Hallo. Waar ik het over wil hebben is dat ik het soms heel moeilijk vind om hele simpele dingen te vragen aan mensen. Omdat mensen dan iets anders vragen waar ik op dat moment niet op voorbereid ben en waar dat op dat moment ook niet belangrijk is. En dan raak ik dus in de war en dan ga ik maar helemaal niet meer. Bijvoorbeeld, sinds we in dit gebouw hier vergaderen. Wil ik altijd op tijd zijn, want als ik niet op tijd ben, dan moet ik me melden bij de receptie. En dat is dus zoiets net als bij de kassa staan, wat ik dus heel moeilijk vind. Want ik kan wel wachten en de eerste keer dat ik te laat was, heb ik me dus wel gemeld. En toen vroeg die persoon hele andere gegevens over mezelf en ik zei dus van ik kom hier om te vergaderen. Werk hier, of ik ben geen cliënt. En die vragen kwamen op hem dus heel anders over. Ik dacht van, je hebt alleen maar je eigen vragen klaar daar, wat je moet stellen, mensen die aan de balie komen. En ik kwam er niet doorheen en ik dacht, oké, laat maar, ik ga weg. En zo heb ik dus de hele vergadering gemist. En wat er nu gebeurt, is dat ik elke keer mijn best doe om op tijd te zijn, te vroeg kom. En dan zit ik me nog te erger van, hé, misschien zijn ze wel eerder begonnen. En dat gevoel, dat hebben denk ik wel meer mensen. En niet alleen mensen met ADHD, maar ook mensen met andere psychische bijzonderheden die wel heel goed zijn in andere dingen, gelukkig maar. En nu heb ik dit opgelost. Ik kan nu opgelucht zijn. Ik krijg een eigen sleutel. Dit was het.